Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij het laatste deel van Tobias en Bram bouwen een sniper. Vandaag gaan we een hele sniper afmaken, dus misschien duurt deze aflevering 10 minuten. Misschien duurt deze aflevering 5 uur, we weten het niet. Wat we wel weten is dat de sniper af gaat komen. Ik weet ook dat ik om 5 uur lig te slapen. Over 5 uur. Ja, ik denk, het is nu 10:15. Ja, ik denk dat ik hem... Ligt eraan hoe lang ik series blijf kijken. Ja, ligt eraan of ik Breaking Bad wil afkijken. Maar Bram en ik zijn... ik ben een tijdje al Breaking Bad, joh. Dat is een serie uit Amerika ben ik aan het volgen. Die volg ik al een tijdje. En Bram is dus 3 dagen geleden ook begonnen met kijken. En hij is ook verslaafd. Dat is Amerikaans. Dus wij zijn nu allebei verslaafd aan dezelfde serie. Breaking Bad. Het gaat eigenlijk over een leraar en die gaat drugs maken. Want dat is een scheikundeleraar, die is heel goed in scheikunde. Die gaat drugs maken. Ik had eerst geen idee hoe ik me voorstellen. Ik dacht, het zou wel een slechte GTST zijn of zo, Amerikaanse. Nee, joh. Nee, dat is eigenlijk best leuk. Het gaat helemaal niet daarover. Nee joh, dat is best wel spannend ook. En hij maakt het van alles mee met... Want zijn schoonbroer, die zit dus bij de antidrugseenheid van Amerika. En die is dus achter diegene aan die al die drugs maakt. Maar hij weet niet dat dat zijn die is en... Die man heeft weer problemen en dit en dat. Ja, is spannend. Probleemmagneet is hij. En we moeten het wel een beetje begrijpen als je het wil volgen. Het is nog af en toe best wel eens ingewikkeld. Oh. Maar we hebben afgesproken dat Bram vandaag aan het schietgedeelte verder gaat en ik aan de scope. Nou ja. scope. Ja, die scope ga ik opnieuw designen. Spammuis. Door midden. Hij moet langer, dat hij verder ingezoomd kan worden. Dat we echt gewoon op een afstand van waarschijnlijk met deze kracht 20 meter iemand kunnen doden. Waar je nog een cool systeem? Kom eens kijken. Ik heb een vis aan de voor. Volgens mij lekt er iets. Nou ja, dat kan gebeuren. Denk ik. Kan maar. Hebben jullie trouwens de nieuwe game gezien, PT? Dat is echt... Het mooiste spel wat ik ooit heb gezien, serieus. Als je het niet kent, PT, dat is zeg maar een soort demo van Silent Hill, dat is een horrorspel. Ik was afgelopen nacht, dat we het opnemen, was ik bij een vriend aan het logeren. De scope is nog wat korter. Nee, de demper. Oh, de demper is nog wat... Oh, ja. Ik dacht, er kan niks meer kapot gaan. Nou, dat kon nog wel. Kan altijd meer stuk. Maar dat is echt zo'n mooi spel. Dat is een horrorspel. En dan ben je zeg maar in een huis en... Oh, we waren het aan het spelen en het zag er zo realistisch uit. Niet normaal. Echt bizar. Maar ja, wel heel leuk om te doen. Ik krijg griezelspel spelen. Dat was midden in de nacht gingen we dat doen. Maar ja, als je het niet kent, zoek op PT. Dan vind je genoeg, denk ik. Volgens mij hebben ook Nederlanders er iets over gedaan. Dus als je niet van Engels houdt, kun je altijd Nederlands kijken. En het begint ineens te regenen buiten, joh. Oeh, niet normaal. Ik heb mijn gordijnen naar het stompen. Dat is alsof onze sniper schiet, maar dan in regen. Vandaag gaat de hele dag regent het niet. Ga voetballen. Ja hoor, gaat regenen. Heb je weer gevoetbald? Moest je weer trainen of zo? Oh ja, training zijn weer begonnen. Oké, dat wist ik niet. Nou ja, dan weet ik dat nu. Wat vind je nu van de sniperscope dan? Goed, toch? Het zicht is al wat verminderd, om het zo maar te noemen. Je moet er toch niet doorheen kijken. Maar als je er doorheen kijkt, kun je nog net de loop zien. Meer kun je ook absoluut niet zien, maar je kunt nog net de loop zien. Hoe ziet dit eruit als ik het zo doe? Oké. Ik moet zeggen, hij valt me eigenlijk wel mee hoe hij eruit ziet. Ik had hem veel erger verwacht. Want ik heb altijd in mijn hoofd, oh, het gaat er geweldig uitzien. Dan ben ik hem aan het bouwen. Dit is het lelijkste wat ik ooit heb gedaan. Weet je wat ook nog een klein puntje van detail is? Nee. Ik weet niet of het hoort, maar de bipod is even ver naar beneden als de handvat, zeg maar. Ik weet niet of de bipod langer moet maken of zo. Ja, de bipod moet groter. En er moet nog een handvat aan, vind ik. Voor de mensen die Call of Duty of Battlefield spelen, zullen vast wel herkennen wat we aan het bouwen zijn. Dit is een revolver. Is een revolver, inderdaad.
Die schiet balletjes af. Die schiet balletjes af. Ja. Je kunt hem upgraden en dan schiet hij granaten. Ja, ja. Maar met die upgrade dan moet je haar levels voor omhoog. Moet je wel level 499 zijn, maar dan kan het. Mm-hmm. Ja, maar dan heb je wel wat. Het is het wel waard, ja. Het kost heel veel tijd, maar het is wel waard. Mm-hmm. Ik weet niet of dit mooi gaat worden, dit handvat. Maar dan kun je hem zo zeggen, maar er is een scharnier daar. En dan kun je hem oppakken en zit handvat boven de scope. Je kunt tillen. Als het nou misgaat, dan is het weer kapot. In theorie zou het heel handig moeten zijn. Maar hoe het eruit ziet... misschien een rijtje andere kant op. Wat heb jij ermee gedaan? Sinds jij er aan hebt gezeten is hij kapot. Ja, de kracht is te weinig. Ja, de kracht was te weinig. Het is altijd meer kracht. Kracht is het antwoord op alles. Hallo. Hoeveel challenges hebben we nou al gedaan? TNT Cannon Challenge. Hoeveel hebben we er al gedaan? Heel. 70, 80, 90, 100? Nee. 50, 60. Hoe vaak heb ik nou al gezegd dat meer kracht beter is? Vaak genoeg, toch? Hoe vaak blijkt meer kracht ook echt beter te zijn? Nou, 1 op de 9. Minder vaak. Minder vaak dan ik zeg dat het goed is. Ik ga de bijpot wel doen. Het is kapot. Meer kracht. Het schiet te hard. Meer kracht. Het schiet te langzaam. Meer kracht. Nee, als het... Ik bouw altijd heel veel dispensers en als het te hard schiet, nou, dan zet je er een paar uit. Het is niet zoveel dispensers bouwen dat het goed schiet, het is gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Altijd meer kracht. Nou hoorde je dat? Eén knal is goed, dat waren er vier. Drie. Ik kreeg het voor elkaar om van de redstone die hier ligt met de dispensers en de repeaters een timer te maken. Normaal is het moeilijk om een timer te maken en jij doet het gewoon even. Jij doet het gewoon even, weet je? Zonder moeite, hoppa, 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 timer. Mm-hmm. Ik vind het knap, Bram. Ja, wacht. Je had één taak. Eén taak. Oh, dan gaan we daar weer over beginnen. Ja, we hebben een sniper. Dan moeten we wel een beetje de landmachtachtig iets, hè? Dat is toch van de landmacht, of niet? Ja, hij is wel Amerikaans, hè? Want, Eén taak, één team. Niet, doe je samen of zo. Iedereen kan het doen, weet ik veel. Weet je, laat ook maar. Wat vind je ervan? Van de bipod? Er lekt koelvloeistof iets. We kunnen het er ook gewoon heen, een geluidseffect. Wacht, we moeten überhaupt nog de lijn aansluiten. Weet je, probeer jij het nog één keer, oké? Nog één keer, Ik haal gewoon het hele redstone systeem weg en ik bouw gewoon helemaal een nieuwe. Nog één keer proberen, alsjeblieft. Ik maak een heel nieuw redstone systeem, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. En dan weer. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, shit, je hebt dat hele ding gevuld met redstone. Of met TNT, dit magazijn. Ja, klopt. Nu ik erover nadenk, was dat niet zo handig. Nee, ik zeg niet dat je dat aangestoken. Nee, maar het was niet zo handig aangezien er redstone moet komen liggen. Pas op, crossing. Oh ja. En ineens... Het was de bedoeling dat de achter zou komen. Nou ja, ja, als de redstone er zeker overheen ligt of zo. Ja, dan steek je hem aan. Even testen. Ah, oh, man. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waar moet hij nou heen? 10 zit ik. 10. Moet ik verder? Waar moet ik nou heen om... Waar is nou de trekker? Hier is die. Kijk. Als ik hem hier maak, zou dat goed moeten zijn. Zou die aan moeten gaan? Hij is niet aangesloten, hè? Nee. Oké, mooi. Dan kan ik ermee spelen. Hopelijk dat alle TNT is opgeruimd. Anders heb ik dadelijk een heel groot probleem. Dat is het enige stukje dat wel is gelukt, ook weg. Dan lijkt het net alsof die al keer gebruikt is. Het enige stukje wat wel is gelukt is dan ook weg. Maar ja, dat is expres. Dan lijkt het alsof die echt is. Want natuurlijk zijn ze wel echt, maar... Weet je? Dit is een echte, ja. Zo, als het goed is...
Hebben we nu een werkende sniper? Nou, werkend. Hij doet zo'n trubbels. Jij moet hier niet op letten. Ik heb gewoon het hele ding hier opgeblazen. I see them troubles. Nee, die moet je even laten zitten. Ja, trouwens kan ze ook wel. Goed, dan ga ik hem even uitzetten. Dit is even de test, ja. Dit is heel erg. Klinkt dom, maar dit is de basis. Oké, okay, ik zet hem weer even uit. Zo. Vul ik die weer op. Nou, is dat in principe klaar. Dan is dit... Ja. Is dit de sniper? Die bipod is in verhouding gigantisch. Yep. Is eigenlijk iets te terecht. Hij moet iets minder stijl naar beneden zijn. Vind je niet? Wat? Wat? Hé, ik weet dan misschien waarom die niet werkte net. De bipod, die lijkt iets te veel stijl, vind ik. Hadden we net überhaupt wel die repeat, dus hadden we die überhaupt wel getimed? Ja. Denk ik wel. Hij is weer kapot. Ik weet niet wat het is, maar... Hey, zou dit geen mooiere bipod zijn, zo? Ach, eens hoor. Welke is nou een nieuwe? Die daar hier zo staat. Hier, dit. Bram, dit hier. Ah. Ja, dan ja. Dan is hij niet zo stijl. Ja, ik vind deze eigenlijk ook vet. Nee, die vind ik te breed eigenlijk. Want de hele sniper is best wel smal. Dan heb je ineens boom en dan komt er iets voorbij. En dan denk je, wow, dat is niet goed. Nog 2,5 minuut zitten we op het kwartier. Dat is nog de normale duur van de aflevering. Ja? Ja. Bedoel je daar wat mee? Kom op Bram, breng het tempo omhoog. Oké, tempo omhoog. Oké, als hij nu werkt, dus werkt hij. En als hij niet werkt, dan is het kapot. Dan is het tempo naar beneden. Hij werkt niet. Ben je nou weggerend? Nee. Ik hoorde echt zo... Kedang! Ik dacht echt van... Oké, die gaat er vandoor. De rest van het kwartier ben ik alleen. Kan ik het zelf oplossen. En Bram, die gaat er vandoor. En die gaat lekker boven eten. Tv kijken. Je gaat weer eten. Meteen waar je aan denkt. Eten. We moeten nog wel een keer langs die kebabzaak. Was lekker, ja. Heel veel mensen willen trouwens dat we een vlog gaan maken. We kunnen wel een keer een vlog maken hoe we naar de kebabzaak gaan. Hoe we eten. Interessant. Dan zie je waar wij iets op eten. Zo eten wij. Kram, kram. Hebben jullie al honger? Het werkt weer niet. Weet wel waar het aan ligt. Waaraan? Wow. Moet je eens kijken naar die poten. Eentje lijkt super gespierd en dik en die andere lijkt gewoon heel dun. Ik vind die linker harder. De ene heeft veel meer detail. Voel je? Nou, precies wat ik zeg. Die ene lijkt gewoon meer basic en die andere lijkt echt vol met detail. Het lijkt super breed. Dat vind ik niet zo mooi eigenlijk. Al iets werkend? Ja, hij blaast zichzelf niet op. Dat is altijd goed. Dat heeft hij het afgelopen uur wel gedaan namelijk. Nee, ja, één keer was hij goed, maar toen... En toen zat er niet genoeg kracht achter. Nee, kracht is alles. Wat waren we zonder... Yeah! Hij werkt? Kracht is wel een probleem, maar hij werkt. Kom ook een keer kijken. Ja? Fire. Wat is dit voor lullig iets? Dit blokje hier moet weg. En nu zit de kracht achter. Nu zie je... Kabat! Ja, op dit plek gaat het dus altijd mis. Ja, dat klopt. Oké, als hij nu kapot is, dan... godverdomme. Hij stond nog aan. Dat was niet mijn schuld. Jawel. Nee, hoe was dat mijn schuld? Omdat jij het weer anders wou. Weet je? Nee! Jawel, kijk. Oh. Kijk, al meer kracht.
Ik vind hem zo goed. We kunnen hier nog twee neerzetten volgens mij. Nee, dat gaan we niet. Dat gaan we niet doen. Hier kunnen we nog eentje neerzetten. Deze gaat aan, hè, als je hem neerzet. Oké, als jij hem ombouwt, dan ga ik die tweede bipod eraan zetten. En dan, ja. Snel afsluiten voor die zichzelf opblaast. Snel afsluiten voor die zichzelf opblaast. Kan ik er snel een screenshot van maken en dan weg. Maak alvast een screenshot. Ja, moet hij wel de demper af zijn, hè? Maar hij is al aangesloten. Hij staat op het scherp. Laten we hem nog een keer zien hoe die werkt. Hopen dat hij goed gaat. Maken we dan ook nog een promotiefilmpje ervan, of niet? Van nieuw in het Tobramic Arsenal. Voor 99,95. Of wordt die duurder? Ja, hij wordt duurder. We moeten wel die vlog kunnen betalen. En daar wil ik van eten. 3 halen, 2 betalen. Toch? 3 betalen, 2 halen. Ja, ik dacht eerst ook al aan 1 halen, 2 betalen, maar... Nee, ik dacht 3 halen... 3 betalen, 2 halen, bijbetalen. Vind ik ook wel een mooie. Als je door 3 haalt, krijg je 10% korting op de volgende die je haalt. Nee, dat is zonde. Ja, gaan we opeens schul zijn, niks daarvan. Ik wou net zeggen, korting, daar doen we niet aan. 3 halen, volgende is duurder. 3 halen, bijbetalen, dat vind ik altijd wel mooie. Als ik degene zou zijn die het ging kopen, zou ik het fantastisch vinden, maar... Gewoon 3 halen bij betalen. Dat lijkt me ook ziek, je loopt gewoon een keer ergens binnen. Hey, je bent het 1 miljoenste klant en je wint dat. Maar helaas is dat niet in Nederland. Die demper, die is wel groter dan wat dan ook op het geweer. Misschien is mijn magazijn groter. Nee. Nee, de demper is nog groter. Ach ja, maakt niet uit. We hebben een sniper. Dat hoort. En ik vind hem niet zo heel slecht geworden eigenlijk. Alleen ze lopen een beetje lang. Nee, ja, dat hoort. De loop kunnen we al 5 inkorten ofzo. Nee. Het is goed. Nee, de loop kort. We kunnen de loop wel even 5 inkorten. Dus, we zijn klaar? Of bedoel je... Nee, ik vind hem goed. Oké, heb je alles aangesloten daarbinnen? Want als de final test, werkt die of werkt die niet? Doe maar. Ik wil wel kijken hoor. Moet ik even een knop vinden, een stenen. Hier is hij aangegaan. Vliegen! Schoot hij of niet? Ja, doe nog eens. Ik zag het niet. Doe jij eens, want ik wil nu kijken. Waar moet je hem aanzetten? Bij de trekker. Waar anders? Voor de scope. Je hebt nu ook echt een button in. Ja, we hebben een kanon gebouwd. Of een sniper. Nou, dit is dus de sniper. We maken nog wel een filmpje erover hoe die eruit ziet en met World Download en alles erbij. Maar dit was het dus. De World Download komt er nog aan. En zou ik zeggen, maar hartstikke bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.